De vloerenman is gisteren dus begonnen met egaliseren en de ondervloer boven neer te leggen. En dat ziet er dus nu zo uit. Helemaal wit. De vloer is af. Het is nu vrijdagochtend. De vloer is helemaal klaar. Dus ik ga jullie laten zien hoe het eruit ziet. Het is zo mooi geworden. Ik ben zo blij. Kijk nou. Hoe mooi. Hallo, welkom weer bij een nieuwe vlog. Nieuwe dag, nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag en wij staan op het punt om te vertrekken richting het huis. Gisteren ben ik er niet geweest. Ju wel, die heeft eventjes de vloerenman binnengelaten. Die is inmiddels gisteren begonnen met de ondervloer. En wij gaan nu eventjes ook naar het huis toe. Omdat we moeten gaan beslissen hoe we de visgraat willen hebben. Laat maar zeggen, in welke richting die gelegd moet gaan worden. We hebben er helemaal niet over nagedacht. Dus we hebben eigenlijk geen idee. Maar die man zei, joh, kom eventjes langs. Dan leg ik eventjes wat patronen uit. En dan kunnen jullie beslissen wat je mooi vindt. Dus dat gaan we nu doen. We gaan met de jongens richting het huis. En daarna gaan we even het bos in. Even een wandelingetje maken. En de rest van de dag staat in het teken van kasten. TV-meubel. Wat nog meer eigenlijk? Er was nog meer waar we naar moesten kijken. Nou, gordijnen hoeft dus nog even niet. Nee. Was een lamp. Lamp? Lampen? Koelkast misschien? Koelkast. Jezus man. Vooral veel kasten dus. TV-kast, klerenkast, koelkast. Klerenkast. Klerenkast. Een klerenkast en een koelkast ook. Ja, niet heel onbelangrijk. Dat gaan we doen. We gaan jullie meenemen vandaag op pad. Hoe ver zou de vloerenman al zijn? Nou, niet zo ver. Nee, maar met de ondervloer en zo? Ja, daar denk ik al klaar mee. Hij wilde vandaag volgens mij al, we moesten in de loop van de ochtend daarheen. Ja. Want hij wilde dus vandaag boven al beginnen. En dat is dus eigenlijk al vroeger dan wij hadden verwacht. Want wij dachten dat ze pas maandag zouden beginnen. Dus dat is helemaal toppie. Zo, ik ben net aangekomen bij het huis. We hebben vanochtend eventjes zijn we naar een kledingkast wezen kijken. Het is inmiddels alweer de volgende dag, zaterdag. Gisteren hebben we uiteindelijk niet meer gefilmd, want we waren te druk met winkels bezoeken. En uiteindelijk zijn we wel geslaagd. We hebben dus een tv-meubel gekocht en nog een kast voor in de woonkamer, die bij elkaar matchen. Dus daar zijn we super blij mee. Kledingkast zijn we vanochtend nog eventjes voor wezen kijken, maar dat kostte toch weer meer tijd dan we hadden gehoopt. Dus dat komt later. En ik ben net in het huis aangekomen. En de vloerenman is gisteren dus begonnen met egaliseren en de ondervloer boven neer te leggen. En dat ziet er dus nu zo uit. Helemaal wit, glad gestreken vloertje. Ziet er al zoveel beter uit dan die bruine betonnen vloer die eronder lag. Je ziet hier dus, dit was dus de ondervloer zoals die was. Hier komt een grote mat, want hier is de voordeur. Je ziet hier dus dat hier komt allemaal PVC. En boven, de trap naar boven. Hier zie je dus dat hij die ondervloer ook heeft gelegd. En daar is hij nu helemaal klaar mee. Dus dat ziet er super strak uit ook al. En in de andere slaapkamer ook. En het ding dus met die ondervloer was, beneden is de ondervloer van beton. Dus het is een betonnen fundering. Daar kan dus gewoon egaline op. Zodat ze hem helemaal glad kunnen trekken om die PVC-vloer op te lijmen. En wij dachten dus dat dat boven ook het geval zou zijn. Maar ja, wisten wij veel toen wij bij de vloeren
winkel zelf zaten, vroeg ze, ja, wat is de ondervloer boven? En wij dachten, ja, dat zal ook wel gewoon beton zijn. Dus wij, ja, dat is beton. En dat bleek dus hout te zijn. Dus toen die man kwam inmeten, toen zei hij gelijk van, ai, ja, hier kunnen we geen egaline op maken. Of gladstrijken, want het gaat tussen de kieren van het hout zitten, et cetera. Dus daar moet nog een, Jumpax ondervloer onder. Dus die zie je hier nu liggen. Kostte uiteraard weer wat extra eurotjes. Maar goed, dat is uiteindelijk voor het goede doel. Want we wilden wel die PVC boven ook zo strak, net zo strak gelegd hebben als beneden. Zodat het allemaal mooi één geheel wordt. Dus hij heeft alles al klaargelegd, zo te zien. En dan zal die maandag gaat hij dan beginnen. Dus ik wilde toch eventjes checken hoe het eruit zag. Ik vind het super leuk om de vorderingen in het huis te zien en te kijken hoe het dan dus was toen we hier voor het eerst kwamen kijken en wat voor verschil het dus nu al is. Maar goed, ik moet nog even geduld hebben om de eerste vloerdelen erin te zien. En als je dan toch nagaat dat hier straks zo'n visgraatvloer in ligt en dan daar van de zomer eind van augustus een schuifpui komt, dan ik kan in elk geval niet wachten totdat het helemaal klaar is. Ik denk dat je het echt gewoon niet meer terug herkent van alle fundafoto's die wij hebben gekeken toen de tijd toen we het huis gingen kopen. Dus mega benieuwd. Ja, lieve mensen, de vloer is af. Het is nu vrijdagochtend, de vloer is helemaal klaar. Dus ik ga jullie laten zien hoe het eruit ziet. En het is zo mooi geworden. Ik ben zo blij. Welkom in ons huis. Kijk nou. Ik wil eigenlijk niet eens met mijn vieze schoenen hier naar binnen lopen. Maar goed, daar is een mat voor. Hè? Daar is een mat voor. Oh, kijk nou. Het is toch zo mooi. Wacht, ik zal ook even natuurlijk de woonkamer zien. Daar staat al een kinderwagen. Kijk nou, hoe mooi. Oh, ik ben hier zo waanzinnig blij mee. Ik vind het echt zo te gek. Ik zal jullie de slaapkamers ook even laten zien. En is de trap ook gewoon top. Even alles lekker stofzuigen straks. Kijk. Kijk nou hoe mooi deze kamers zijn geworden. En de babykamer. Ik ben nou weer buiten adem van over van de trap oplopen. Oh, ik vind het zo mooi. Oh, ik ben zo blij. Nou, en ik ben hier dus nu heen gegaan en ik ga even een beetje schoonmaken. Een beetje stofzuigen, dweilen, kasten, inbouwkasten even goed schoonmaken. Ik heb ook al twee grote tassen met kleding meegenomen. Ga ik hier alvast droppen. Over een week gaan we hier wonen. Dus komende zeven dagen staan, we werken ook nog gewoon ernaast. Dus we zijn niet fulltime bezig. De komende zeven dagen staan gewoon in het teken van verhuizen. Verhuizen, spullen hierheen brengen. Alle meubels worden natuurlijk direct hierheen gebracht. Dat is mega chill. Bed wordt bezorgd, bank, tafel, stoelen, kasten. Dus dat scheelt. Dus wij hoeven eigenlijk alleen maar uit Vinkeveen gewoon onze persoonlijke spullen mee te nemen. Kleding, toiletartikelen, boeken en zo die we daar hebben staan. Maar dat valt allemaal heel erg mee. Dus dat kunnen we gewoon nooit meer met lege handen deze kant op. En dan komt dat wel goed in de week. Ah, oh, is toch zo mooi. Inmiddels is Maarten er ook. Hey. Die mag al het fysiek zware werk doen. Dan eventjes deze ruimte leegmaken, want daar hebben we nog al die verfspullen staan en wat dozen. Want hier komt zondag een bureautje en de fiets waar we nu natuurlijk heet op fiets in de woonkamer komt hier te staan. Dus deze ruimte moet
Moet leeg. Lukt het, Tom? Kijk, het wordt al wat leger. Hier staat een hondenvoer. En nog een... Ik weet niet wat het is trouwens. Een topper of zo, denk ik. Een topper. Maar goed, het hok wordt alweer wat leger. En we hebben net boven... in de slaapkamer het kleed al neergelegd waar het bed op komt. Ik weet alleen niet wanneer het bed komt. Ik dacht dat het vandaag zou komen, maar we hebben nog steeds niks gehoord. En we hebben net de kinderwagen een beetje uitgepakt. Klein beetje. Klein beetje. Zo gek. Zo leuk. Oké, maar ik ga deze vlog afsluiten. Meer over de kinderwagen in de volgende vlogpad. Ik zal jullie even recht houden. Thanks voor het kijken. Jullie hebben in ieder geval gezien hoe het huis is met de nieuwe vloer. En komende 7 dagen staan dus in het teken van de spullen hierheen. En over een week wonen we hier. Wat zo leuk. Ik ben zo benieuwd hoe het hier uitziet straks met al die spullen erin. Wordt vast te gek. Thanks voor het kijken naar deze vlog. Als je vragen, opmerkingen, dingen hebt, laat het ons weten. Superleuk als je abonneert. En tot de volgende keer. Doei!